Een hele goede morgen vandaag. Paaszondag. Hebben jullie zin in een feest? Ja, kijk, zoek nog even een plekje als je nog geen plek gevonden hebt. Welkom allemaal vanmorgen ook bij de verbinding hier in Amsterdam. Ook welkom de mensen thuis, als je ook intuned. We gaan vandaag Pasen vieren, het grootste feest wat er is, toch? Zijn we er blij mee? Ook voor degenen die hier voor de eerste keer zijn en misschien nog helemaal niet precies weten wat Pasen inhoudt. We hopen dat je ook tijdens de dienst gewoon zult ontdekken hoe waardevol deze boodschap is. Hoe waardevol het voor jou kan zijn. Dat het je leven echt op zijn kop kan zetten en je volledig vrij kan maken. En dat er echt, echt, echt hoop is voor welke situatie je ook zit. Dus echt een feestochtend. Kijk even om je heen. Zeg even iets vriendelijks tegen de persoon die naast je zit. Ik zie veel blije gezichten, dus volgens mij zegt u daadwerkelijk iets vriendelijks. Ja, ik versta het niet vanaf hier. Ik wil ook een speciaal welkom aan de gastspreker vandaag, Timo van den Ende. Welkom dat je hier bent, dankjewel dat je ook iets wilt delen met ons. Het thema van vandaag is, waarom is het graf leeg? Nou, ik ben benieuwd wat hij erover gaat zeggen, u ook? Waar het heen gaat. We hopen iets van je te leren. Iets dat je ons mag inspireren. Je bent jongerenwerker in Dokkum, heb ik begrepen. En daarnaast nog bezig met je master theologie. Kijk, dus een drukke jongen. En toch tijd gevonden om hier bij ons te zijn vandaag. Dus hartstikke bedankt daarvoor. Pasen, het grootste feest wat er is. We vieren vandaag het leven. Amen. Nou, en los van het leven van de Heer Jezus waar we vandaag bij stilstaan, hebben we nog twee leuke mededelingen voor u. Er zijn namelijk twee baby's geboren hier in de gemeente. Dus sowieso nieuw leven. Twee dagen na elkaar, dus het was een drukke week afgelopen week voor onze gemeente. Er zijn twee kinderen geboren. Kijk, de eerste, Uriah, is geboren. Ja, daar mag je wel voor klappen hoor. Het is een mooie baby, toch? Van Tirsa en Gregory en de broer Neo. En de oma is er vandaag ook. Dus als je iemand met een hele brede glimlach bij het mediateam aan de slag ziet, dat is de oma. Dus feliciteer er vooral. Wens ook zegen toe. En als je in de gelegenheid bent om een kaartje te sturen of iets vriendelijks, altijd doen. Volgens mij kun je positieve woorden niet genoeg delen, toch? Er kan altijd meer bij. Dus welkom in de familie. En er is nog een baby geboren van Cien, Joshua. En daarover wil ik even iets meer vertellen. Want dat was even spannend afgelopen week. En zij heeft ook gevraagd of we daar kort iets over wilden zeggen. Het is allemaal goed gekomen. Maar bij de bevalling ging het wel eventjes behoorlijk mis. En werd het spannend. En hij is ook gereanimeerd best wel een tijdje. Eigenlijk is het een wonder dat Joshua leeft. En een nog groter wonder dat hij al thuis is. En ze zijn God super dankbaar dat het op deze manier uiteindelijk goed is gekomen. Dat het echt een wonder is. En zo zien zij het ook. En ik wil de mensen in de gemeente die ook bidden. Ook voor de mensen die zwanger zijn hier. En ook bidden daarvoor ook echt bedanken. Want er is een geestelijke strijd om elk leven, toch? En als u hier bent en snapt wat Pasen is, dan snapt u dat. En ik ben zo dankbaar dat we in een gemeente zitten waar we ook voor elkaar kunnen bidden en mogen bidden. En dat we ook echt wonderen mogen zien met elkaar. Dus dat heeft ze gevraagd om met u te delen. Ze zijn allebei weer thuis. Het gaat nu goed met ze. Maar mocht u in de gelegenheid zijn om een berichtje te sturen of iets, dat wordt echt wel gewaardeerd. En als u in uw achterhoofd houdt, ook met uw gebed, mocht u God ergens voor danken, dan heeft u in ieder geval hele mooie redenen erbij deze week. Oké, Pasen. We vieren het leven, heb ik net verteld. Jezus stond op uit de dood. We hebben nieuw leven in de gemeente erbij. En ook voor u is er leven mogelijk. Als u leest in Johannes 10, vers 10, staat er dat Jezus is gekomen om leven te geven in overvloed. Dat is er voor ons, dat is er voor u en dat is er voor mij. Er staat er wel iets over die tegenpartij, wat ik net zei over geestelijke strijd. Iemand die er wel komt om te vernietigen, om te stelen. En misschien dat u niet het eeuwig leven zal mag hebben zoals u het hoopt. En toch mag u weten dat Jezus is gekomen, ook voor u, om eeuwig leven te geven in overvloed bij God de Vader. Dat u niet tekort hoeft te komen. Dat u altijd weet in welke situatie u ook zit, er is een uitweg. En daarom zijn we hier vandaag bij elkaar. En daar wil ik ook samen met u God voor danken en ook voor bidden, ook voor deze dienst. Daarna zal ik het overgeven aan de jongeren hier achter mij. Maar zullen we samen gaan staan? Dat we God ook echt gewoon aan het begin van deze dienst al mogen danken voor datgene wat hij heeft gedaan.
Heere God, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we hier in vrijheid bij elkaar mogen zijn. Met zoveel verschillende mensen in eenheid verbonden met u. Dank u wel dat we Pasen mogen vieren. De opstandingskracht, het opstandingsleven. Dank u wel dat u het heeft gedaan voor ons. Dat u de weg heeft vrijgemaakt voor ons. Dank u wel dat het leven nu ook beschikbaar is voor ons allemaal. Dat als we u erkennen als Heer, dat we mee mogen gaan. Dank u wel, Heer, dat u dat heeft gedaan. Dank u wel dat u het leven geeft in overvloed. Heer, dat we ons daarnaar uit mogen strekken. Dank u wel, Heere Jezus, dat we dat continu weer mogen vieren en continu mogen herhalen en mogen beseffen hoe bijzonder het is. Er zijn veel wonderen mogelijk, Heer, maar dit was het grootste wonder wat u heeft gedaan voor ons. Er staat niks meer tussen u en ons in. We hebben vrij toegang tot u. Hoe bijzonder is dat? U bent zo rein, u bent zo puur, u bent zo groot, zo machtig en hoog verheven. En wij mogen vrij toegang hebben tot u. Wij zijn niet zonder wij. Wij zijn niet helemaal schoon en puur van onszelf, Heer. Dank u wel dat u een weg heeft gemaakt voor ons, zodat we toch bij u kunnen zijn. Dank u wel dat we dat mogen vieren. Dank u wel dat we ons daarnaar uit mogen strekken, hier vandaag, deze paasochtend. Dank u wel dat we stil mogen staan bij hoe bijzonder het is dat wij dat leven mogen hebben. Dank u wel dat u het heeft gedaan. Dank u wel dat we hierbij stil mogen staan. Dank u wel ook voor het leven dat u heeft toegevoegd aan onze gemeente. Dat er 2 kinderen zijn geboren afgelopen week. En hoe spannend het soms ook is, Heer, dat u wonderen kunt doen. En dank u wel dat u het ook heeft gedaan afgelopen week. Heer, en dat Joshua en Jorai nu ook onderdeel mogen zijn van deze gemeente. Dank u wel dat u ook een bijzonder plan mag hebben voor hun levens. En dat we als gemeente ook biddend om deze gezinnen heen mogen staan. Heer, dat we ze mogen bemoedigen met mooie woorden, maar dat we ook mogen bidden. Dank u wel dat u ons die sleutels heeft gegeven. Dat we voor elke situatie mogen bidden hier met elkaar. Dat we mogen danken en mogen strijden. Dank u wel dat u zoveel verschillende mensen in deze gemeente heeft toegevoegd. Heer, ook deze ochtend bij de keuken, bij het welkom, bij het kinderwerk. Heer, de band en de spreker en alle mensen in de zaal met de techniek en de livestream. Dank u wel dat we met zoveel verschillende mensen samen een eenheid mogen zijn voor u. Dank u wel dat we allemaal dat eeuwig leven mogen ontvangen met u. Dank u wel dat u ons één maakt, dat uw geest ons mag leiden. En ik wil ieder zegenen die onderdeel is van deze dienst, of het nu hier in het gebouw is of thuis via de livestream, dat je gezegend mag zijn. Dat je woorden van God mag ontvangen, dat je bemoedigd mag worden. Dat je iets van het leven mag ontvangen en mag ervaren. En als het voor de eerste keer is, dan mag je je uitstrekken daarnaar. Laat je gewoon verrassen door wat God voor je kan doen. En misschien heb je deze boodschap al 100 keer gehoord, deze Pasenochtend al zo vaak meegemaakt. Dan alsnog bid ik dat jij opnieuw die vernieuwing mag ervaren van dat leven. Dat God je opnieuw mag bemoedigen, in vuur en vlam mag zetten met die passie dat die nooit verloren mag gaan. Heer, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u dit geheel wilt zegenen. Dank u wel dat dit de opbouw mag zijn van uw koninkrijk. En dat alles dragen we op, Heer. Alle onderdelen, alle verzetten, alle leeftijden in dit gebouw en thuis. Wilt u ons zo zegenen dat het dan fijn reukoffer mag zijn voor u, dat u ervan mag genieten. Alle eer, alle lof komt u toe. We hebben echt wel ons best gedaan met onze taken, Heer, maar we weten zo goed dat we afhankelijk zijn van u. Wilt u ons zo leiden deze ochtend? In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen, lieve gemeente. Laten we vooral met z'n allen blijven staan en laten we de Heer gaan aanbidden, want hij is waarlijk opgestaan. Amen. Laten we zwemmen.
for he has risen. Laten we feest vieren met z'n allen, want hij is opgestaan. In the valley, I'll praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, I'll praise when surrounded. God's praise is the waters, my enemies drown. Still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is a shout. Woo! That brings Jericho down. You're sovereign, I'll praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I'll praise cause you're faithful, I'll praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I'll praise cause you're sovereign, I'll praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I'll praise cause you're faithful, I'll praise cause you're true. Soul. Yes, yes, yes. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Say, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Bye.
uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. Wat u heeft gedaan voor ons aan het kruis. Dank u wel, Heer, voor uw bloed dat u heeft vergoten voor ons. Dank u wel, Heer, dat u bent opgestaan. De sleutels van de dood hebt. De dood hebt overwonnen voor ons, Heer. We zingen halleluja, we zingen.
zingen halleluja. We zingen halleluja. We zingen halleluja. Het Lam is opgestaan. Want Jezus leeft in eeuwigheid. Verrezen Heer in heerlijkheid. Verheven en verheerlijkt. Jezus, Hij leeft. Jezus, Hij leeft. Want Jezus leeft in eeuwigheid. Verrezen Heer in heerlijkheid. Verheven en verheerlijkt. Jezus, Hij leeft. Jezus, Hij leeft. Ja, Heer. Heer, we kunnen u niet genoeg danken voor wat u heeft gedaan. Aanbid hem in je eigen woorden, want Hij is God. Hij is voor ons uit de dood opgestaan. Hij heeft voor ons overwonnen. Er valt helemaal geen stilte. Het hoort niet stil te zijn. We horen de Heer te aanbidden. In geest en in waarheid te aanbidden. Yeshua, my beloved is the most beautiful among thousands. Yeshua, 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 Yeshua. The glory.
samen waar we hem de eer geven en hem vragen of hij in ons midden wil komen als sfeer van aanbidding. Zal worden. Amen. God zegen. Goedemorgen iedereen. Nou, het is mooi dat ik hier zo voor het eerst hier mag komen en ook nog op zo'n mooie feestdag. Want dit is toch een beetje waar het allemaal om draait, het christelijk geloof, het hele paasweekend. Dit is waar het allemaal om draait. En ik weet niet hoe het voor jullie is, maar ik vind elk jaar weer met Pasen, dan stap je weer in een beetje in een soort achtbaan eigenlijk weer. Altijd met hoogtepunten en met dieptepunten. En Pasen heeft ze allebei. En het begint eerst natuurlijk met een dieptepunt. De afgelopen week leef je zo langzaam op richting Pasen. Dan sta je misschien bij Witte Donderdag stil bij het laatste avondmaal. En Jezus daar met zijn discipelen. En op een gegeven moment komt Goede Vrijdag eraan. En dan sta je stil bij wat Jezus heeft gedaan, het kruis, die het kruis heeft gedragen. En het kruis heeft gedragen Golgotha omhoog. En daar, bovenop dat heuvel, stond het kruis van Jezus Christus. En de mensen stonden daar in de menigte om het kruis heen. En ze riepen, kruisig hem, kruisig hem. En ze riepen allemaal dingen van, kom nou van het kruis af als je de Zoon van God bent. En de kleine groep discipelen die er nog op dat moment zijn, die kijken naar dat kruis en ze moeten huilen. Want het kruis, dat is niet wat ze hadden verwacht. Dit hadden ze niet zien aankomen. De meeste discipelen durven niet eens om aanwezig te zijn bij de kruisiging. Ze verstoppen zich in andere plekken in Jeruzalem. Ze durven het niet om daar te staan en te kijken hoe hun geliefde Messias, hun geliefde
rabbi daar aan dat kruis hangt. Dit hoort niet. Op Goede Vrijdag lijkt het hopeloos. En op Stille Zaterdag, wanneer Jezus in het graf ligt, het lijkt hopeloos. De discipelen zullen wel wat hebben gedacht, want dat hadden we niet zien aankomen, zullen de discipelen waarschijnlijk hebben gedacht. Ze hadden meegemaakt hoe Jezus sprak voor duizenden mensen. En hoe mensen van honderden kilometers verderop reisden om Jezus te ontmoeten. Ze hebben meegemaakt hoe Jezus wonderen deed, hoe Jezus zieken genas. Hoe Jezus ervoor zorgde dat Lazarus uit de dood ging opstaan. Ze hebben meegemaakt hoe Jezus nog maar een week daarvoor op Palmzondag Jeruzalem binnen werd gehaald als een koning. Ze hadden gedacht, dit is echt daadwerkelijk de Messias. Maar ze hadden niet verwacht dat het zou eindigen bij het kruis. En op Stille Zaterdag lijkt het hopeloos. In de tijd van Jezus had je soms Messias figuren. Mensen die opstonden en die zeiden, die dan tegen de Romeinen in opstand gingen. En dan wisten ze dan een groep mensen te volgen, die hun wisten te volgen. En op een gegeven moment groeit dit van beweging. Maar als eenmaal de leider komt te sterven, dan verdwijnt de beweging weer. En dat lijkt nu op dit moment weer te gebeuren. Ze dachten dat ze de Messias hadden gevonden. De discipelen hadden het echt gedacht. Maar op Goede Vrijdag en op Stille Zaterdag denken ze waarschijnlijk, we zaten fout. Voor een of andere manier, we zaten fout. En dan vindt er ineens iets bijzonders plaats op zondagochtend. Iets wat ze niet eens in hun stoutste dromen hebben durven dromen. Dit hadden ze echt niet zien aankomen. En dat gaan we met elkaar overlezen. Wat er nou plaatsvond op die zondagochtend. 33 na Christus in de buurt van Jeruzalem. Laten we met elkaar lezen uit Johannes 20, vers 1 tot 10. Dan staat er, vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield. En zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald. En we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerlingen gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit. Sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken. En hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, en niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Zo ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit het schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Ze zijn verrast. Dat was mijn eerste indruk toen ik deze tekst las. Maria van Magdala komt eraan en ze is verrast dat het graf leeg is. En ze rent weer terug. Petrus en de andere leerling die komen met z'n tweeën aangerend. Ze rennen naar het graf toe. Ze komen eraan, zelfde reactie. Ze zijn verrast. Dit hadden ze niet zien aankomen. Een lege graf hadden ze niet verwacht. En je ziet zeg maar, in deze tekst hoe langzaam zeg maar, die raders in hun hoofd beginnen te draaien, te malen. Van, het graf is leeg. En dan staat er op drie momenten, staat op een gegeven moment het woordje zien. Ze kijken, zien een leeg graf. Ze kijken en ze zien daar ineens doeken liggen. De hoofddoek ligt daar en de hoofddoek van Jezus ligt daar niet. En hoe kan dit nou? En je ziet daar langzamerhand alle opties in hun hoofd worden een beetje weggestreept. Ze zullen waarschijnlijk als eerste misschien hebben gedacht, iemand heeft misschien het lichaam van Jezus meegenomen. Waarom liggen dan nog linnen doeken hier? Het past niet. En je ziet zo langzaam op een gegeven moment valt het kwartje. Hij is opgestaan. Het meest onwaarschijnlijke scenario. Als je een lege graf ziet, is dit het laatste waar je aan denkt. Dat hij opgestaan is uit de dood.
Maar het blijkt echt waar. Hij is opgestaan. Het graf is leeg omdat Jezus is opgestaan. En daarna ontmoeten ze ook regelmatig Jezus. Meerdere keren. Hij is daadwerkelijk opgestaan. Het kruis is niet het einde. Goede Vrijdag is niet het einde van het verhaal. Stille Zaterdag is niet het einde van de beweging rondom Jezus. Want op zondagochtend is er de opstanding. En de opstanding bevestigt en laat zien dat Jezus daadwerkelijk de Zoon van God is. Dat Jezus niet zomaar een profeet is of een bekende leraar. Of zomaar een rebellenleider. Nee. Jezus is daadwerkelijk de Zoon van God. De opstanding bevestigt de identiteit van Jezus Christus. En dat komt binnen. En dat komt bij de discipelen binnen. Want dit hadden ze niet verwacht. In de jaren later hebben mensen soms tegen de discipelen gezegd, jullie liegen. De fariseeën zeggen dat als een van de eersten. Ze hebben vast, toen ze bij het graf aankwamen, hebben ze vast het lichaam gezien van Jezus en hebben ze dat vast meegenomen. Daarna hebben meerdere mensen gezegd, het kan niet zo zijn. Het kan niet. Ze geloofden het niet. Maar de discipelen zeiden, nee, het is echt waar. We kwamen echt een lege graf tegen op die zondagochtend. En ze zijn bereid zelfs om daarvoor te sterven. Veel van de discipelen komen ook te sterven op basis van dit getuigenis. Ze zeggen, het maakt niks uit, ook al word ik voor de leeuw gegooid. Het maakt niks uit, want ik geloof het echt waar. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is daadwerkelijk de Zoon van God. En Paulus schrijft dat ook als hij naar de brief schrijft van de gemeente in Korinthe. Dan zegt hij ook in 1 Korinthe 15, 500 mensen hebben de opgestane Jezus gezien. En hij zegt er ook een beetje tegen de gemeente in Korinthe, als je me niet gelooft, ga er maar op uit. Spreek maar met een van die 500 mensen. Want hij is opgestaan. Je moet ook begrijpen, dat is voor ons iets bizars om te horen, dat iemand opstaat uit de dood. Maar dat was ook zo in die tijd. De Joden die geloofden hadden verschillende standpunten over de opstanding. Sommigen geloofden dat er geen opstanding zou zijn. Anderen dachten dat er wel een opstanding zou zijn. Maar dan zal de opstanding pas plaatsvinden aan het einde der tijden. Niet nu ineens. Dit hoort niet ineens nu plaats te vinden, dat ineens iemand opstaat uit de dood. De Grieken dachten dat na de dood dat je ziel opstaat. Maar dat een lichamelijke opstanding, dat was ook voor hun een beetje iets te gek. Maar het is echt waar, Jezus is opgestaan uit de dood. En het betekent dat het goed nieuws is. En die reactie van Thomas is daarom ook heel begrijpelijk. Als ze tegen Thomas zeggen hij is opgestaan, dan zegt Thomas, nee, ik geloof het niet. Ik moet het eerst zien. Ik moet eerst met mijn eigen handen het voelen, dat Jezus echt daadwerkelijk is opgestaan. Maar en wanneer Thomas op een gegeven moment Jezus ziet, dan valt hij op de grond neer en dan erkent hij, mijn Heer, mijn God, zegt hij. En dan erkent hij dat inderdaad Jezus de Zoon van God is. En de opstanding van Jezus Christus is goed nieuws. Het is echt goed nieuws en er zijn twee belangrijke punten waarom het goed nieuws is. Het eerste toont de opstanding dat de dood niet het einde is. Dat er leven is na de dood. De dood is verslagen wanneer Jezus opstaat uit het graf. Paulus zegt het op een gegeven moment in Romeinen 6. Dan zegt Paulus, als wij delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. En als hij in 1 Korinthe 15 spreekt over de opstanding, dan zegt hij ook, dit geeft mij ook kracht om door te zetten. Dan vertelt hij dat hij moeilijk heeft gehad in Efeze, dat hij moest worstelen tussen leven en dood. Maar het was de opstanding, wetend dat dit leven niet het einde is. Dat mijn leven niet eindigt wanneer ik 70 of 80 jaar oud ben of wanneer ik kom te overlijden. Dat niet het einde is. Mijn leven is niet alleen maar dat tijdspan dat ik hier op aarde rondloop. Hij zegt, doordat ik weet dat er opstanding is, dat er na de dood leven is, dan geeft dat mij juist kracht om door te zetten. En dat is eigenlijk iets heel anders dan wat wij gewoon zijn. Ik denk, voor veel van ons,
zijn veel mensen vaak gericht om te proberen om een zo gelukkig mogelijk leven te leiden. Om die 70, 80 jaar dat je hier op aarde bent, om daar alles eruit te persen wat erin zit. Om elke minuut of elke uur zo effectief mogelijk te gebruiken. Voor sommige mensen betekent dat te proberen om zo'n succesvolle mogelijke carrière eruit te halen. Te proberen elke uur goed te gebruiken. Vroeg opstaan, ik sta om 5 uur, 6 uur 's ochtends op. Elke uur effectief gebruiken, zodat ik het meeste uit mijn carrière kan halen. Want als ik een succesvolle carrière heb, dan heb ik misschien een gelukkig leven. En dan wordt er naar gestreefd om te proberen om alles uit het leven te halen. Of andere mensen die proberen een zo gelukkig mogelijk leven te leiden door zoveel mogelijk dingen te ervaren en mee te maken. Ik weet niet of je de film kent. Het is ook een film die heet The Bucket List. Het zijn 2 oudere mannen en die gaan met z'n 2 op een gegeven moment op reis door de wereld heen, omdat ze allerlei dingen nog willen meemaken voordat ze komen te sterven. Want je wilt proberen zoveel mogelijk mee te maken. We vinden het ook lastig als we op Instagram of social media of wat dan ook, of Snapchat, het zien wat voor gelukkig of hoe mooi het leven andere mensen leiden. Want dat willen wij ook. We willen graag dat het goed is in ons leven. En als mensen iets raars doen, dan zeggen we nou, als het jou maar gelukkig maakt, dan is het wel goed. We proberen zo gelukkig mogelijk het leven te leiden, zodat op een gegeven moment op onze sterfbed we kunnen zeggen, ik heb een goed leven gehad. Ik heb een gelukkig leven gehad. Maar voor Paulus is het bijvoorbeeld heel anders. Hij zegt, mijn leven is Christus en sterven is winst. Want mijn 70, 80 jaar of meer dat ik hier op deze aarde rondloop, is maar een fractie van wat ik uiteindelijk allemaal zal gaan meemaken met Jezus. De eeuwigheid staat me te wachten met Jezus. Ik heb iets moois om naar uit te kijken. De dood is niet het einde. Ik hoef niet ongemakkelijk te zijn over de dood. Ik hoef dat niet weg te stoppen. Want ik weet dat hierna iets heel moois me staat te wachten. En ik mag er naar uitkijken en naar verlangen. Het mooie de opstanding is dat het laat zien dat de dood niet het einde is. Het leven heeft het laatste woord. Jezus staat op uit de dood. In een van de boeken van C.S. Lewis, de Narnia boeken, dan op een gegeven moment aan het einde in de laatste boek, dan komen ze op een gegeven moment aan in de hemel. En dan zeggen ze ook, mijn hele leven op aarde is alleen maar nog maar de titelpagina geweest. De voorwoord, ik begin nu eindelijk aan hoofdstuk 1 van mijn leven. De hemel is nog maar het begin, als we in de hemel komen. Het leven hier op aarde is nog maar het begin. We hoeven niet alles uit het leven te halen. We hoeven niet gespannen te zijn om te proberen zo gelukkig mogelijk leven te halen. Om zo alles uit mijn carrière te persen wat mogelijk is. Nee, we mogen uitkijken naar iets moois. Want mijn leven is Christus, zegt Paulus, en sterven is winst. Dus ten eerste, de opstanding is goed nieuws, want we hebben hoop voor de toekomst. En wat er ook mag gebeuren in deze wereld, wat voor onrecht er misschien plaatsvindt, we mogen weten dat er leven is na de dood en dat we daar mogen uitkijken. Het kwaad heeft niet het laatste woord, maar Jezus heeft het laatste woord. En de tweede reden waarom het goed nieuws is omdat Jezus leeft vandaag de dag en op dit moment. Kijk, de evangeliën lijken eigenlijk helemaal niet op een lijkt een beetje op een biografie, maar daarnaast ook weer heel wat anders. Kijk, een normale biografie, dan begint het bij iemands leven en op een gegeven moment is iemand gestorven. Maar bij de evangelie, het begint bij het geboorte van Jezus en het eindigt bij de opstanding uit de dood. We lezen niet over een Jezus die leefde 2000 jaar geleden, lang geleden, in een andere tijd, ver weg hier vandaan. We lezen over een Jezus die vandaag de dag op dit moment leeft. We lezen over in de Bijbel over hoe Jezus mensen oproept om hem te volgen. Vandaag de dag roept Jezus nog steeds mensen op om hem te volgen. We lezen in de Bijbel hoe Jezus juist mensen opzoekt, die zondaars, de tollenaar, de overspelige vrouw. Vandaag de dag zoekt Jezus nog steeds deze mensen op. We lezen in de Bijbel hoe Jezus mensen vergeeft van hun zonden. Vandaag de dag vergeeft Jezus nog steeds mensen. De vergeving van Jezus wordt nog steeds ons aangeboden. Hij leeft. Als we bidden, dan praten we niet zomaar tegen de muur of in de stilte. We praten dan op dat moment met Jezus. Want hij leeft en hij zit nu aan de rechterhand van de Vader.
We lezen niet over een persoon die leefde lang geleden. We lezen over een persoon die vandaag de dag leeft. En waar we mee in gesprek kunnen. En hij wil juist in ontmoeting komen met ieder van ons. Hij leeft. En we kunnen naar hem toe gaan. En hij biedt ons zijn vergeving aan. Door het kruis en door de opstanding wordt ons vergeving aangeboden. Maar we vinden het soms lastig om die vergeving aan te nemen. Ik denk, er zijn meerdere redenen waarom we het lastig vinden om de vergeving aan te nemen. Maar het eerste denk ik ook is dat we zo gewend zijn om misschien juist te onderhandelen. We onderhandelen heel veel in ons leven. Als we naar werk gaan, dan zeggen we nou, als ik zoveel uren werk, dan krijg ik zoveel geld ervoor terug. Of als we met ons partner zijn, dan zeggen we nou, als ik kook vanavond, dan doe jij de afwas. Als we met onze vrienden zijn, dan zeggen we nou, deze keer betaal ik en de volgende keer betaal jij. We zijn constant aan het onderhandelen en we vinden het ook heel lastig als mensen ons een groot cadeau geven en we kunnen er niks voor terug doen. Dus we gaan vaak dan een soort van in onderhandeling met God. Alleen onderhandelen en vergeven zijn twee woorden die niet echt bij elkaar passen. Dus we zitten aan die onderhandelingstafel bij God. En dan zegt God, ik bied je mijn vergeving aan. En dan kunnen we het soms moeilijk aannemen omdat we niks kunnen teruggeven. Het eerste probleem die we dan soms maken is dat we dan denken, nou, als ik naar mijn leven kijk, als ik kijk naar de fouten die ik heb gemaakt, dan zeg ik, nou, dan kan ik mezelf niet eens vergeven. En als ik mezelf niet kan vergeven, hoe kan Jezus dan mij ooit vergeven? We gaan op de rechte stoel van God zitten. We bekijken ons hele leven. En we geven ons eigen leven een hele dikke onvoldoende. We kijken ons leven, het is een dikke onvoldoende. En ik verdien die vergeving niet, wordt dan de conclusie. Ik kan niet eens van mezelf houden. Hoe kan God dan ooit van mij houden? Ik kan mezelf niet vergeven. Nou, hoe kan God me dan ooit vergeven? En door zelf medelijden kunnen we op een gegeven moment niet die vergeving van Jezus aannemen. De tweede fout die ook soms wordt gemaakt, is dat we op de rechterstoel van God gaan zitten en we bekijken ons hele leven en we geven onszelf een hele dikke voldoende. Hele dikke voldoende. We denken nou, als die mensen in de hemel komen, nou dan kom ik er zeker in. En we vergelijken met andere mensen. Maar we moeten juist onszelf vergelijken met Jezus. En dan komen we erachter dat we overal tekortkoming hebben. En dat we dus zijn genade nodig hebben. Laat arrogantie of zelfmedelijden niet ervoor zorgen dat je de vergeving van Jezus Christus niet kan aannemen. Want ook al kan je misschien jezelf niet vergeven. Ook al kan je misschien niet van jezelf houden. Jezus houdt wel van je. En hij biedt je zijn vergeving aan. En hij wil juist in ontmoeting komen met jou. Dus neem het met beide handen aan. Het goede nieuws van de opstanding. Ons wordt vergeving aangeboden. Neem het aan. Dus ik hoop dat we die twee dingen mogen meenemen. Het goede nieuws van de opstanding. We hebben hoop voor de toekomst. We weten het komt goed. En ten tweede, Jezus leeft en we kunnen nu in contact komen met hem. Laten we dat twee goede nieuws meenemen. En als je ooit denkt, nou, wanneer is nou tijd voor een dansfeest om hem te vieren, dan is dat vanmiddag. Want het is groot feest. Jezus is opgestaan uit de dood. Vanmiddag zet de muziek maar aan. Zoek mensen op. Als je niet van dansen houdt, zing of wat dan ook. Het is groot feest. Bak taart, eet, vier. Het feest vandaag. Hij is opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. Amen. Ik wil nog met elkaar gaan bidden. En dan zullen we nog met elkaar nog een paar liederen zingen. Heer, inderdaad, Heer, wat is het goed nieuws, Heer, om te weten dat u bent opgestaan. En we mogen uitkijken naar iets zo moois, Heer, voor de toekomst. Hoe donker het misschien ook soms lijkt in ons leven, we weten, Heer, dat er in ons iets moois staat te wachten. En Heer, ik bid, Heer, dat de mensen hier in deze zaal, Heer, die u nog niet kennen, die nog niet in ontmoeting zijn gekomen met u, dat ze mogen realiseren dat u ook voor hun bent gestorven aan het kruis. En dat u ook uit de graf bent opgestaan. En dat er vergeving is. Dat ze die vergeving mogen aannemen, Heer. Heer, wilt u ons zo leiden ook door de week heen. Dat we mogen genieten van deze dag. Weten dat u bent opgestaan. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Laten we met z'n allen gaan staan. We gaan een lied zingen over wat het bloed van Jezus voor ons heeft gedaan. Amen.
Zo'n krachtig lied is dit. Laten we het met volle borst zingen voor de Heer. Side of the chasm, you held me in your side, so you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside, and there at the cross you paid the debt I owed. Broke my chains, freed my soul, and for the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days. Walk right out again. Now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Say thank you, Jesus, you have won. Saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Say, there is nothing stronger. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, there is nothing stronger than the wonder-working power of the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, thank you, Jesus, for the blood applied, thank you, Jesus, it has washed me white, thank you, Jesus, you have saved my life.
laten we weer eventjes in een feestsfeer komen. Oh, zometeen. Zometeen weer feest. Nou, het mag wel feest blijven, hoor. Mag wel feest blijven, inderdaad. Het is niet als ik het podium opkom dat het geen feest meer is. Ik hoop dat ik een iets ander beeld bij de rest heb. Ik wil zometeen de collecte met jullie beginnen. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik nog iets anders voor u. Er staan op de hoek, naast het podium, staan bossen bloemen. Ik weet niet of jullie ziet aan de zijkant. Nou, die zijn hier met een reden neergezet. En die reden is niet dat ik ze nodig heb. Ik hoef ze niet te hebben, ik hoef ze niet uit te delen. Er is een ander plan mee. Er zijn namelijk 5 mensen in deze zaal die gaan die bossen bloemen uitdelen. Alleen die mensen weten dat nu nog niet. Dus misschien bent u het wel. Dat zou zomaar kunnen, toch? Kijk, wat het zo mooi is aan het verhaal, aan het evangelie, aan het verhaal van Jezus, dat hij opstond uit de dood, dat is iets wat je wilt delen. En misschien bent u iemand die dat gewoon aan de lopende band aan iedereen vertelt. Dat u staat te wachten ergens op een bus en dat u meteen weer aan 3 mensen heeft verteld, weet u wel wie Jezus is? Of dat u op uw werk zit en dat u al uw collega's al precies heeft uitgelegd waarom Jezus nou opstond uit de dood. En dat er eeuwig leven mogelijk is nu met God de Vader. Of misschien uw hele buurt al bekeerd. Heeft u al een huisgemeente met al uw buren en de hele straat komt al bij u vanmiddag om dat feest te vieren met die muziek en het dansen. Maar misschien is dat nog niet zo. Nou, we willen u graag helpen. Daarom zijn hier een aantal bloemen. En ook meteen de tip voor u. Als u dadelijk niet die bloemen meekrijgt, dan is de tip alsnog voor u. Geef eens een keer iets aan iemand. Bijvoorbeeld een bosje bloemen of iets anders. Er zit een kaartje bij in dit geval met een verhaal. Je hebt iets nodig soms om over die drempel te gaan. Op het moment dat je iets geeft aan iemand, heb je meteen een gesprek. Misschien is er iemand die u kent die een bemoediging nodig heeft. Die in een periode zit nu wat het even pittig is, dat het even moeilijk is. Misschien kent u iemand die juist iets super gaafs heeft meegemaakt. Net een diploma gehaald of iets anders gaafs heeft gehad. Net getrouwd, verzin het, iets gaafs. Er is altijd een reden om iemand iets kleins te geven, toch? Positiviteit delen kan altijd, toch? Nou, bijvoorbeeld een bosje bloemen. Nou, nu zijn er 5 mensen hier in de zaal, die hebben een lintje onder hun stoel. Dus ik weet niet of u zelf zo mobiel bent dat u onder uw eigen stoel kijkt, of dat u even bij elkaar onder de stoelen kijkt. Zij heeft 5 mensen met een lintje. Mocht u dat lintje hebben, mag u na de dienst een bos bloemen hier komen halen en mag u het na de dienst meenemen. Dan zijn die bos bloemen dan voor u en dan mag u dat aan iemand geven. Als u dus niet die persoon bent, schroom niet om zelf een bosje bloemen te kopen of een ander cadeautje. Hè? Dat mag. U mag deze week ook iets moois kopen en uitdelen. Zullen we dat afspreken? Dat we met z'n allen positiviteit gaan uitdelen? Yes? Volgens mij hebben we goed nieuws, toch? Ja, dus als u klaar bent met feestvieren vanmiddag, ga vooral mensen opzoeken en ga het delen. Oké, dat gezegd hebben we. Mocht u hier nou zitten en denken van, hé, maar eigenlijk ben ik die persoon die het nu moeilijk heeft. Eigenlijk ben ik de persoon die dat wel kan gebruiken. Weet dat na afloop van elke samenkomst, achterin de ruimte, bij de glas- en roodramen, mensen staan om voor je te bidden. Die kort naar je luisteren, die een bemoedigend woord voor je hebben en die God gaan vragen om verandering te brengen in jouw leven. Dus mocht naar aanleiding van de preek of iets anders wat je deze dienst hebt meegemaakt of afgelopen week, dat jij daar behoefte aan hebt, achterin de zaal kan dat altijd. Dan zijn we bij de collecte. De collecte is deze keer voor gastvrijheid. Nou, wat ik net al zei, positiviteit delen, dat kunnen we altijd. En dat willen we hier in de gemeente ook graag doen. Ik vind Jacobus een heel mooi boek in de Bijbel, omdat het een heel praktisch verhaal is. In Jacobus 2 staat gewoon, als je gelooft, dan moet je ook iets doen. Als iemand bij je komt en die heeft geen kleren en je zegt, nou, het is wel koud hè, sterkte. Ja, je kunt ook denken, nou, ik heb nog wel een extra trui of een dikke jas. Die mag je ook hebben. Dat hoort erbij. Je kunt niet alleen mooie woorden spreken. Je moet ook iets doen. Nou, dat geloven we hier in de gemeente ook. Vandaar dat we ook regelmatig ook een collecte ophalen voor de gastvrijheid. Dat we ook willen delen. Dat we mensen iets willen geven. Dus als u daar aan mee wilt doen, dan bent u vrij om te geven. Dat kan hier gewoon fysiek. U kunt het via de code doen die op het scherm staat. Je kunt het overmaken via je eigen bank. Verzin een manier hoe het bij jou past, wat voor jou werkt. Ik wil er kort voor bidden en dan gaan we de collecte ophalen. Heer, dank u wel dat we mogen uitdelen van wat we hebben. Dank u wel dat er altijd een reden is om positiviteit te delen, om cadeautjes te delen of eventueel geld te delen. Heer, dat er altijd een reden is om dat te doen. Dank u wel dat we alles wat we hebben gekregen mogen doorgeven. Dat we gastvrij mogen zijn, dat we liefdevol mogen zijn en dat we het goede nieuws van uw zoon mogen delen. Dank u wel dat de weg vrij is en dat we ook mogen delen vanuit die vrijheid. Heer, zo zegen ik ook de collecte, dat het gewoon de opbouw mag zijn van uw koninkrijk. Heer, in Jezus' naam. Amen. Nou, nu wel feest. Dat was het al. Laten we met z'n allen gaan staan. Waar mogelijk. Ik prijs grote naam.
mijn hart wil ik u geven, want u bent de weg gegaan die mij redding bracht en vieren met... Oh, hallo. Goedemorgen allemaal. Nu heb ik geluid. Even een korte herhaling. Wij willen ook heel graag met de kinderen samen met jullie het paasfeest vieren. En dat gaan we doen door middel van een dans. Ik begreep dat al de bedoeling was vanmiddag. Dus dan kunt u mooi even opwarmen alvast. U thuis ook. Kom even van die bank af, als u kunt. U mag het refrein meedoen. Het is eigenlijk erg makkelijk. De tekst is in het Engels, maar de tekst staat, als het goed is, op de beamer. En het refrein is eigenlijk niets, en dan doet u gewoon niets. U mag ook even staan, ik denk niet dat u een hele moeilijke choreo moet doen. Het zijn gewoon handgebaren. Het is niets anders dan het bloed, en daar doet u een kruis na. Ja, het kruis. Kan mijn zonde wegwassen? En zonde wegwassen, dat hebben wij bedacht als kinderen. Dat is een soort van wasmachine. En daarna wast u die zonde, die gooit u over uw schouder weg. Want dat zegt Jezus ook, hup, in de zee. Die zonde heeft u niet meer nodig en dan geeft u nog een mooie trap achteraan. Dus dat is, uw zonde wast u weg, die gooit u weg en hup, weg met die zonde. Niet meer nodig. En dan krijgen we weer niets anders dan het bloed. Dan gaat uw hand omhoog van Jezus. Nou, de kinderen gaan u daar helpen, dus volgens mij gaat het helemaal goed komen. Wash my sins away. Nothing but the blood of Jesus. Nothing, nothing.
Zo, sorry, ik was even afgeleid door al het gedans. En ja, nou, dus ik vraag of iedereen nog wil blijven staan. Wil gaan staan, dan zal ik de zegen meegeven. En dan weten jullie ook al wat voor dans jullie vanmiddag kunnen gaan doen. Dus dat is al heel mooi. Ik zal eerst met jullie bidden en dan zal ik aansluiten dan de zegen meegeven. Heer, dank u wel, Heer, voor wat u heeft gedaan aan het kruis. En zoals we ook net hebben gezongen, Heer, het is uw bloed dat onze zonde wegspoelt, Heer. Dank u wel, Heer, voor wat u heeft gedaan aan het kruis. En help ons, Heer, om het goede nieuws ook blijmoedig uit te delen aan de mensen om ons heen. Heer, want het is inderdaad goed nieuws. We brengen goed nieuws aan deze wereld. We brengen goed nieuws aan de mensen hier in Amsterdam en in de omgeving. Heer, help ons, Heer, om ons om ook inderdaad als volgelingen van u te volgen, Heer, elke dag opnieuw. Heer, wat is het mooie dat we mogen weten dat de genade van Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Ja, nu gaan we weer feest vieren. En we gaan niet stilstaan, we gaan dansen, want mijn verlosser die leeft. Amen.